ik Nile van Bergen en leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video. Voordat we verder gaan naar de shoplog van Lovis of de Summer Haul, wil ik even zeggen dat vandaag mijn nieuwe single Plankgas is uitgekomen. Het label van Snelle, Rock'n'Rolla Music, dat is het label van je broer, maar Snelle zit daar ook bij, heeft mij gevraagd om het nummer officieel uit te brengen, want ik had een cover op mijn Instagram gezet. Dat is dus superleuk en die kans heb ik met beide handen aangegrepen en ik ben ook echt heel erg blij dat gewoon kan. We hebben ook een videoclip erbij gemaakt en het is allemaal vandaag uitgekomen. Dus de linkjes staan in de beschrijving naar de videoclip en de single op Spotify. Dus vergeet alsjeblieft niet om hem te beluisteren en laat even weten wat je ervan vindt. En dan gaan we nu door naar de video. Ik ga vandaag een shoplog doen van Lovis. Ik vind dat merk echt super leuk. De webshop vind ik super leuk. En ik koop er zelf ook wel eens kleding, maar nu heb ik een hele leuke samenwerking met ze. Dit is niet betaald, maar puur... Omdat ik het merk gewoon echt heel erg leuk vind en ik het gewoon leuk vind om met samen te werken. Ik heb heel veel leuke items ontvangen, heel veel leuke items voor de zomer. Dus die ga ik allemaal even aan jullie laten zien. De eerste zien jullie denk ik al wel, dat is deze jumpsuit die ik aan heb. Hij is van een heel erg zacht stofje. Beetje, ik weet niet, volgens mij is het satijn of fluweel, een van de twee. Hij is groen en ik vind hem super mooi. Hij is best wel lang, dus ik heb hem even laten inkorten. En ik draag hem zelf zonder BH, omdat ik het dan gewoon wat mooier vind. Maar je kan ook van die tepelplakkers op doen of gewoon echt met BH. Maar dan kan het zijn dat je hem aan de achterkant nog ziet. Ik ben er echt super blij mee. Het volgende item is ook super zomers en heel vrouwelijk. Dat is dit blouseje eigenlijk. Hier kan je hem opknopen. En hij zit cropped, hij heeft lange mouwen en het printje is echt super leuk. Kijk. Het is toch fantastisch. Dan heb ik een heel erg leuk zomerjurkje. Dat is deze. Hij is eigenlijk heel erg leuk voor bijvoorbeeld 's avonds als je dan naar een strandje gaat of zo. Hij heeft een beetje... Van die ruffeltjes en de mouwtjes zijn ook een beetje poofy. En hij heeft een beetje glittertjes erin. Ik ben er in ieder geval super blij mee en ik ga deze zeker dragen op een avondje uit. Yo. Stef, ik ben gewoon een video aan het opnemen. Het is een shoplog. Oh, ik neem gewoon even, terwijl jullie video aan het opnemen, neem ik gewoon even op. Maar niet uit. Het volgende item is een wat stoerder item. En ik heb deze al een keer eerder ergens besteld, maar toen zat hij eigenlijk veel te groot. Het is een biker cycle short. En dit ziet er op deze, op dit beeld ziet er heel lelijk uit, maar ik trek hem zoals jullie zien. Ik trek alles eventjes aan. Ik vind hem heel erg leuk voor een festival of een feestje of... Gewoon, ja, niet het dagelijks leven. Ik zou hem niet zo snel aandoen als ik naar het dorp ga of zo. Even boodschappen doen, dat is misschien een beetje too much. Maar ik vind hem wel gewoon heel erg leuk voor festivals, zoals ik zei. Dus ik dacht, it's worth trying. En hij zit best wel lekker trouwens. En het stofje, kijk, hij heeft zo'n glimmend stofje. Die band is ook gewoon, nu lijkt hij een beetje blauw trouwens, volgens mij. Maar hij is gewoon echt helemaal zwart. Maar I really, really like it. Ik ben lekker van de kleuren geweest deze keer. Dus ik heb ook een heel erg leuk geel, weer een soort blouseje. Zo'n op. Knoop gebeurtje. En deze doe je zo vast. Je ziet het wel vanzelf. Ik doe hier ook geen BH onder, omdat ik dat gewoon lekker vind zitten. Ik moet nog wel eventjes, ik weet niet, ik doe heel snel denk ik, oh geen BH. En dan later ben ik dan ergens en dan denk ik, als ik me een beetje heen en weer beweeg, dan beweegt alles mee heen en weer. Dus dat is niet zo erg handig. Maar ik vind hem verder echt super leuk. En ik, gewoon dit kleurtje, dan word je toch... Ik word er echt blij van. Dit is trouwens het printje. Dan heb ik nog dit super leuke rode topje. Het is eigenlijk best wel basic. Maar als je hem gewoon met een jeans draagt of een short jeans, maar juist. Dan staat het best wel weer wat bijzonderder of met zo'n gouden ketting. Dus ik vond dat ik deze er echt bij moest hebben in de zomer. Dus ik ben er heel erg blij mee. Voordat we overgaan naar het allerlaatste item heb ik nog sieraden. Ik heb eigenlijk heel weinig sieraden uitgekozen deze keer. Maar dit zijn twee armbandjes. Dit is het beeldje wat eraan hangt. En verder is het gewoon zo'n kettingje, armbandje. Dan gaan we over naar het allerlaatste item. En dat is dit topje. Hij heeft van die poofy mouwtjes, dat zul je ook vanzelf wel zien. En hier heeft hij knoopjes zitten. En ik vind hem super cute. Ik zou niet zo snel zoiets zelf uitkiezen. Maar ik heb altijd zoiets van, hey, ik ga iets promoten van een andere site. En dit is wel de stilo eigenlijk van Lovis. Dus laat ik het zelf ook eens gaan proberen. En ik vond het eigenlijk best wel cute staan. Je gaat toch wat meer risico's nemen of zo dan eigenlijk. Ik besef me net dat ik een item ben vergeten. Dat is een superleuk groen jurkje met allemaal bloemetjes. En die ga ik nu even jullie laten zien.
Dit was mijn summer haul van Lofies. Ik hoop dat jullie hem heel erg leuk vonden. Vergeet niet te abonneren en vergeet niet Plankgast te streamen op Spotify en YouTube. Een link staat in de beschrijving naar de videoclip. Daar ben ik super blij mee. En ik zie jullie weer bij de volgende video. Doeg!